Ziyech. Immers. Met dank aan het doorzetten van Meijers. Immers. Kramer heeft wel wat vrijheid. Maar Meijers krijgt de bal daar niet. Gosens. Immers. Gosens. Hier staat Kramer toch redelijk vrij. Blind daar dan naartoe. De voorzet is goed. Ja, net iets te scherp. Het zijn twee momenten op rij eigenlijk. Dat Kramer in eerste instantie in zijn aanval wat vrijheid krijgt. Blind heeft dat dan wel door. Hij staat nog niet aan de goede kant. Van de Beek. Dat is aardig gedaan. Dest. Nog net voordat Huntelaar iets kan doen zit Beugelsdijk ertussen. Het is wel heel ver. Om eigenlijk aan een counter te denken. Maar ja, Malone doet het goed. Dan kan Summerville door. Is hier Immers. Gosens bij hem. Malone is er ook nog. Immers, Meijers, Bakker. Zoeken naar Kramer. Kramer ligt klaar. Summerville, ja. Dat had dan ineens gemoeten. Tijd om aan te nemen en uit te halen is er niet. Dat had in één keer uithalen moeten zijn. Ziyech boos. Die is boos op een paar ploeggenoten. Veldman. Dest is doorgelopen. Ziyech. Dat was Meijers. Ziyech geeft Huntelaar. En dan is het al raak. En dan heeft hij zijn doelpunt alweer te pakken. Met dank aan een hele goede actie van Hakim Ziyech. Ziyech duidelijk geïrriteerd nadat ADO een paar keer wat dreiging had. Lijkt nu te denken, nou weet je wat, dan doe ik het toch. Schudt Meijers van zich af. Zet sterk door. Juist op moment de juiste paas op Huntelaar. Ja, en die dan oog in oog met Koopmans. Dan weet je wel dat het raak is. Dest in één keer naar Ziyech. Kan terug op Dest. Kan ook zelf. Ziyech in de korte hoek. Oh, Koopmans laat los. Ja, dan moet het nog met de voeten. Dest staat niet op te letten. Was al op de weg terug. En met zijn rug naar de situatie had hij niet door dat daar misschien nog wat in had gezeten. Veldman. Van de Beek. Midden is Ziyech. Hij kiest voor Dest. Goed meegenomen door Dest. En voor langs gesneden. Ziyech. Alle ruimte om uit te halen. Hakim Ziyech. En de ring van Koopmans. Die rechterkant. Daar gebeurt het voor Ajax voorlopig. Beugelsdijk. Kramer sprint diep. Beugelsdijk denkt, nou eens kijken hoe dat gaat. Dat is heel goed. Zo, wat een aanname zeg. De redding van Onana. Die eigenlijk wel heel ver uit zijn doel stond. Zo, Kramer had hier moeten scoren. Hele goede lange bal. Met controle bij Kramer lijkt iedereen te verrassen. Want hij legt hem echt perfect om hem in te kunnen schieten. Alleen niet afgemaakt. Ziyech. Ziyech. Redt op Koopmans en geen rebound voor Promes. Het mogen duidelijk zijn dat Hakim Ziyech zeer gretig is. Kramer staat met twee handen in de lucht. Die lijkt wel zin te hebben in deze bal. Wordt een variant. Via Meijers. Beugelsdijk komt daar niet aan. Veldman, Summerville. Pinas. Wegwerken. Dan door Dest. Pinas. Veldman, Martinez, Huntelaar. Van Ewijk. Oh, raakt hem helemaal verkeerd. En dan is Promes zo door. Promes naar 0-2. Legt hem op Ziyech. Geen 0-2. Geen 0-2 door Koopmans. Ik denk dat hij een knuffel gaat krijgen van zijn rechtsback. Nou, een handje blijft erbij. Ziyech. Die had intussen echt al een keer moeten scoren. Immers jaagt op Blind. Blind weet duidelijk dat hij niet terug kan. Veldman, Kramer. Gosens, Summerville of Onana. Summerville, hoek te lastig.
Onana besluit er een beetje op te gokken. En dat is dus de juiste beslissing geweest. En Somerville dan maar vanuit een hele moeilijke hoek te laten scoren. Niet de overtreding te maken. Dest. Ziyech. Schot van Ziyech. Koopmans laat los. Dest schiet naast. Nou, hij zal de speler met de meeste doelpogingen in de Eredivisie. Ik denk dat hij na dit weekend die voorsprong nog wel weer wat vergroot heeft. Hakim Ziyech. Bal verlengd. Tagliafico. Huntelaar wijst waar hij hem wil hebben. En gaat daarachter naar Promes. Ja, 0-1. En het is toch vooral Ajax dat ADO in leven laat in die eerste helft. Kramer en Veldman. Veldman wint. Kramer geen buitenspel. Goed meegegeven die bal. Maar Veldman kan die weg nog afsnijden. Somerville is voor het doel. Tagliafico verdedigt. Dest. Veldman. Van Ewijk. Oh. Dat is pittig hoor van Tagliafico. En de kaart waar Tagliafico nog even dacht zonder te kunnen, krijgt hij alsnog. En hij stond op scherp. Veldman. Een paar mensen claimen Hens. Dat zijn er ook echt maar een paar. Dan is er echt niks aan de hand. Dus. Dest. Dan zat het hele stadion wel wat geschreeuwd. Van de Beek, Promes of Pinas. Pinas. En dan is de vrije trap. En dan komt er ook geel. Voor Bakker. Bakker en Van de Beek hebben pijn. Dat levert ze allebei een blessurebehandeling op. Bakker lijkt er niet altijd best aan toe. Die natuurlijk al veel blessureleed heeft gehad. En daar raakt hij Van de Beek en raakt Van de Beek hem. Blind. Zomaar veel sprint. Zomaar veel is sneller dan Blind. Maar Blind had de voorsprong. Hij heeft zijn ervaring, zijn rust. Hij lost het dus allemaal wel op. Tadic. Ja, Ajax speelt alles behalve groot, maar komt toch niet in de problemen. De vraag is alleen over een seconde of 50 binnen het Haagse kwartiertje. Kan dat dan nog iets losmaken bij ADO? Blind. Draait daar vrij weg van Immers. Goed gedaan. Van de Beek. Tadic. Ziyech. Promes legt hem bij de tweede paal. Net als doel Van de Beek. Al net wat te kort. David Neres voor Promes. Kramer verlengt. Somerville. De eerste keer dat zo'n lange bal op die manier goed uitpakt voor ADO. Ulchik is de kans voor hem om wat te laten zien. Een schot dat wordt aangeraakt. Haaien zet het lichaam er goed in. Hoe is zijn voorzet dan? Iets beter in ieder geval. Ja, bereikt Nees het niet. En daarachter was Kramer. Maar daartussen stond Veldman op. En zo is die hectische slotfase er. En zit Ajax toch ook nog in de problemen. Echt alle risico's nu. Maar dat brengt ook een counterkans voor Ajax met zich mee. Omdat die corner heel belabberd wordt uitgespeeld. Van de Beek. Geen buitenspel. Meegeven aan Neres en het is 2-0 voor Ajax. Dan spelen ze dan vlekkeloos uit. Assist van Ziyech. Ajax op 2-0. En van een echt hectische slotfase zal daarmee ook meteen geen sprake meer zijn. En dit is ja, op het randje. Nou ja, hij is goedgekeurd. Neres de invaller. Hij doet precies waarvoor hij is gebracht. Score in de omschakeling met een snelle uitbraak. Ajax op 2-0. En
van een echt hectische slotfase zal daarmee ook meteen geen sprake meer zijn. Olcik. Dat is fraai. Olcik. Schot vliegt voorlangs. Schot van Martinez. Ajax wint met 2-0 in Den Haag. Door de doelpunten van Huntelaar en Neres. Geen schade opgelopen. ADO heeft er alles aan gedaan, maar was niet bij macht om Ajax pijn te doen. En met één snelle uitbraak beslist Ajax het in de slotfase van een verder teleurstellende tweede helft.